Ja, als je begint met gebruik van het Mindstreet platform, dan is dat best wel een ontdekkingstocht. En eentje waar je misschien van tevoren ook wel wat tegenop ziet. Het heeft er ook wel mee te maken dat het niet altijd zo gebruiksvriendelijk is geweest als dat het nu is. En mensen daar ook wel dingen over hebben gehoord, misschien van andere collega's. Ondertussen is het platform wel makkelijker geworden. Wat mij opvalt is als mensen er nieuw mee aan de gang gaan, dat ze heel snel doorhebben wat de bedoeling is. Een vereist is wel dat de cliënten enigszins zelfstandig dat kunnen doen. Hè, en gemotiveerd zijn voor behandeling. En dat kun je wel ondersteunen door wel face-to-face contacten even goed te plannen. En het eigenlijk meer te zien als een soort behandelintensivering. Waarbij iemand thuis gewoon wat harder aan de slag kan. In plaats van dat hij een week of soms 2 weken zit te wachten tot hij de volgende sessie heeft. Mijn hele werkwijze is veranderd. Vroeger was ik echt gewend, ik ben vaste kamertje, daar ontvang ik cliënten. Daar ga ik met cliënten kijken naar wat nodig is qua therapie, gesprekken en alles. En nu ben ik zelf ook veel flexibeler geworden en creatiever in hoe bijvoorbeeld therapie vorm te geven. Binnen e-health bijvoorbeeld had ik in het begin mijn twijfels of dat wel gaat werken. Omdat de cliënt op afstand is en niet in mijn spreekkamer. Maar toen ik mee begonnen ben, waren mijn twijfels al gauw weg. Het lijkt me heerlijk als je op het moment hebt dat je het gevoel hebt dat je het niet meer aan kunt. Dat je even een beeldcontact met je behandelaar kunt hebben. En even gerustgesteld kunt worden en herinnerd kunt worden aan afspraken en dergelijke. Dat we met z'n allen naar e-health gaan, dat is volgens mij duidelijk. Dat is onvermijdelijk. Gewoon een kwestie van tijd. Maar hoe dat er dan uitziet en wat er dan inhoudelijk gebeurt, ik wil me daar wel graag mee bemoeien. Zoek aansluiting met het kenniscentrum, maak jezelf kenbaar bij Mindstreet. Je bent daar van harte welkom en er wordt ook echt iets gedaan met jouw feedback. En de generatie die nu heel jong is en die allemaal gebruik maakt van smartphones en iPads, ja, die zijn veel meer getraind ook daarin. Dus ik denk dat als je over 10 jaar kijkt, dat het veel groter aandeel heeft. En ik denk dat je het dan heel goed kunt inzetten. De producten die Mindstreet heeft ontwikkeld voelen wel als komend vanuit het veld, omdat er ook veel met psychologen gewerkt wordt die dingen uitdenken. Dat geeft een gevoel van betrouwbaarheid, van hey, er ligt een interventie waarvan ik weet dat er ook collega's uit het veld over mee hebben gedacht. Bij mijn overige collega's, dan heb ik het over verpleegkundigen en psychologen, psychiaters, nou, dan denk ik dat die allemaal wel vrij oké er tegenover staan. Dat ze het allemaal wel een goede toevoeging vinden. Ook daar denk ik niet dat het helemaal vervangt, maar dat die toevoeging goed is en dat je het mooi kunt gebruiken, ja, in de behandeling.